Ja, het is een heel beladen thema. Het gaat over zelfdodingspreventie en voor ons is het natuurlijk een heel persoonlijk verhaal. Omdat wij zelf, Peter de Prins, lid van onze raad van bestuur verleden jaar, zijn verloren. Die heeft zelfmoord gepleegd, die man. En dus voor ons is dat belangrijk om dat element levende te houden. Maar ook, het is toch een enorme impact op onze samenleving. En dat daar toch nog heel veel wordt over gezwegen. Ook in een bedrijfscontext, in professionele contexten vooral. En dus met dit project willen we echt die taboe kunnen doorbreken. Het onderwerp bespreekbaar maken. We zijn er artistiek mee bezig, we zijn er sociaal mee bezig, maatschappelijk mee bezig. En dat is voor ons enorm belangrijk. Ik denk dat mensen veel meer geraakt kunnen worden door prachtige muziek dan door wat ik bijvoorbeeld vertel. Het is geen valse bescheidenheid. Ik denk dat het echt zo is dat muziek in een soort diepere laag van bewustzijn kan treden, waarin dat je de tranen in je ogen krijgt en niet goed weet waarom zo. Dus muziek is eigenlijk echt wezenlijk, wezenlijk. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of China blue, colors changing hue. Depression has accompanied me pretty much throughout my whole life. It's much, much better in recent years. And when I was younger, it was not something I could talk about. What you try to say to me. I think this is ultimately the idea that people are more sensitive and more empathic around this subject, and then first we need to notice and then we can help. This one.